Het personeel van Slons Hospitaal kan niet praten over een gezellige kitty-kotty, gezien zij nog geen salaris over de maand juni heeft ontvangen. Tot overmaat van ramp is het ook niet duidelijk wanneer zij deze gelden zullen ontvangen en of zij dit jaar kunnen rekenen op het vakantiegeld. Het ziekenhuis kan de medewerkers namelijk niet betalen, dat is duidelijk. Er is niet genoeg geld door onder meer de late storting van de verzekeringsmaatschappijen. Het personeel van Slans toog daarom woensdag naar Parsasco en Self Reliance om hen ertoe te bewegen hun betalingsverplichtingen sneller in orde te maken. De verzekeringsmaatschappijen gaven aan dat de regering tijdig haar betalingen moet voldoen, waardoor zij op hun beurt de ziekenhuizen kunnen betalen. Parsasco heeft intussen gestort, terwijl Self Reliance dat nog moet doen. Volgens bondsvoorzitter Imro Edam is mismanagement van de directie van het hospitaal ook een probleem. Een jaar terug had de instelling 10 miljoen SRD in kas, maar dat is vermoedelijk op. Het personeel is vanwege het uitblijven van haar salaris in actie en heeft intussen het werk neergelegd. De centrale keuken, de couveuse afdeling en intensive care zijn dispensatie verleend. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft aangegeven zich te buigen over de situatie. De bewindsman tracht zo snel als mogelijk met een oplossing te komen.